Hallo Superpengs, hier ben ik Super Gamers, een nieuwe aflevering van Pokémon Silver. Deze aflevering gaan we verder in de Sudowoodo Tower hebben gebleven waren. Zoals beloofd, hier is jouw HM. Maar let mij zeggen dit. Jij zou... verzorgen jouw Pokémon beter. De weg jij vecht is ver te hard. Pokémon zijn niet... de voorwerpen van oorlog. Uitroepteken. Humph. Hij beweert... de ouder te zijn, maar hij is zwak. Het staat to reason. Ik zou nooit verliezen tegen sukkels die babbelen over aardig zijn tegen Pokémon. Ik geef alleen om sterke Pokémon die dat kunnen winnen. Het kan me echt niks boeien over slappe Pokémon. Kutjen, use an escape rope. Oh, kutje toch. Wat een mafcase ben jij. Ik pak nu gewoon even dit. Wat is er voor moois? Rukkervond. Escape rope. Rukker stopt de escape rope in de itemzak. Dankjewel. Goedendag, ouwe man. Zo goed van jou om hier te komen. Sprout Tower is de plaats voor training. Mensen en Pokémon testen hun banden. Om te bouwen een lichte toekomst samen. Ik ben de finale test. Sta me toe te checken de banden tussen jouw Pokémon en jou. Oké dan, kom maar op, oude man. Sasha Lee wants to battle. Sasha Lee sent out Bellsprout. Wow! Het is een level 7 Bellsprout. Hij is heel sterk, maar hij moet dood. Ik ben trouwens best wel laag op HP. Ik had best wel eventjes een potion kunnen gebruiken. Ik noem het gewoon even op. Oh, hij doet toch growth. Dat doet geen damage, toch? Oké, mooi. Alleen zijn special attack gaat omhoog. Dan is het goed. Laat ik maar niet de water gun gebruiken. En gewoon de scratch. En hopelijk overleef ik dit gevecht. Ik wist het. Fine whip. Nee, misschien ga ik dood. Oké, ik ga nu nog een scratch doen. En hopelijk gaat hij dan dood. En dan gebruik ik even een potion. Dat is ongeveer mijn strategie momenteel. Ja. Nou, vijandelijke Bellsprout ging dood. 126 experience points. Hartstikke mooi. En nog een Pokémon. Jongens, doe eens een gok welke Pokémon. Bellsprout! Wil ik ook even een Pokémon veranderen? Ja, sure. Ik ga voor Lady Baba. Zal ik Lady Baba gebruiken? Die is wel level 4, die komt het hoogste. Send out. Bellsprout. Oh mijn god, pak hem. Sperman, dat is genoeg. Kom terug. Ga, Lady Baba. Lady Baba. Oké, dan ga ik naar mijn pack toe. Dan pak ik even een lekkere potion voor die goede oude Sperman. Bam. Graag gedaan, Sperman. Sperman kreeg 20 levenspunten terug. Vijandelijke Bellsprout gebruikt Grove. Oh god, de special attack gaat omhoog. Dit gaat niet goed. Ik zal voor te gaan vechten en een tackle te doen. Maar dat is de enige aanval die we hebben. Dus ja, we zullen wel moeten. Niet van... Oh, maar één. Sukkel met je fine whip. You fail. Het zou grappig zijn als Ladybug serieus het gevecht wint. Ik vind Ladybug wel cool. Dus ja, van mij mag hij. Use fine whip. Oh god, een episch gevecht tussen Bellsprout en Ladybug. En dan doe ik... Oké, wat? Ik ga het versnellen, jongens. Dit duurt lang. Even kijken wie er wint. Nee, ik ben echt aan het winnen. Get owned! Sukkel! Lady Baba for the win. Lady Baba owned. Ik heb serieus gewonnen. Wauw, wat een held ben ik ook. Ik heb me even versneld voor jullie, anders waren we de hele aflevering mee bezig. Het was goed te volgen. En, ik wou ook nog vragen. Weet u wat zijn laatste Pokémon is? Dat zei iedereen. Bellsprout. Nee! De koning van de Bellsprout-toren heeft als laatste Pokémon een hoethoed. Wat? Weet je, als hij nou een Victory Bell had, die je pas op level 27 krijgt of zo, dat was dan logisch geweest. Weet je, een Victory Bell op level 10 van, ah, het maakt niet uit dat je hem eigenlijk niet op level 10 kan krijgen. Dat was een logische stap geweest. Maar nee, we geven hem een hoethoed. What the fuck? Dit zijn echt van die momenten dat ik denk, ja, Pokémon logic weer dit hoor. Oh, alles is een fik een Bellsprout, behalve de laatste Pokémon als een hoed doet. Het zou logischer zijn als iedere Pokémon de toren een hoed doet was, behalve de laatste Pokémon, want dat was Bellsprout. Oké, hij heeft me nu geïdentificeerd, zo van even kijken. Oh, het is een Sperman, zo zit dat dus. Oké, nog eentje en dan hebben we hem. Kom op Sperman. Go Sperman. Je bent de Spermanste. Bam. Sperman used scratch. Tada, a critical hit. Nou, pak jou dan, hoed. Sperman kreeg 123 ervaringspunten. Ploep. Sperman groeide naar level 14. Misschien gaat hij nu evolueren. Ik ga niks beloven, maar het zou kunnen. Sasha Lee was verslagen.
Ah, excellent! Rukke kreeg 320 Pokédollar voor de winnen. Krijg een mooie preek. Jij en je Pokémon zouden hebben... Geen probleem, gebruiken deze move. Neem deze flits, HM. Rukke kreeg HM05! Leuk! Rukker stopte de HM5 in de TM Pocket. Flits eliminates the darkest of all places. Elimineert verlicht de donkerste van alle plaatsen. Maar te gebruik it buiten gevecht, jij nodig hebt de badge van Violet's gymzaal. Oké, dankjewel. Dankjewel. Oké, we hebben nu tenminste de mooie Flits, we hebben Flits, ja. Je zou het ook noemen. Ik weet niet of je ook... Oh, wow. Zijn die wilde Pokémon? Serieus? Zijn het Bellsprout? Waarom? Zijn er wilde Pokémon hier? Geen Bellsprout? Jullie fokken met mijn hoofd, man! Jullie brengen me in de war! Serieus? Ja, de wilde Pokémon zijn geen Bellsprout, lol. Oké, je gaat sowieso eens een Rattata vangen. En ik heb al een leuke naam in mijn hoofd, denk ik. Back, ja, tuurlijk. En dan gooi je van een lekkere pokeball. Pokeball. Dit is trouwens een great ball, als het goed is. Denk ik. Ik gok dat dit een great ball is. Hier zit trouwens een dingetje aan de zijkant. Kun je hem opwinden. Vraag me niet waarom. Yes, Rattata was gevangen. Oké, nou. Rattata's data was nieuw toegevoegd aan de Pokédex. Nice. Oké, mooi. Fuck jou, Rattata. Geef een... Bijnaam aan de gevangen Rattata, tuurlijk. Ik ga hem noemen. Z. A. D. Spatie. K. K. N. A. A. G. Zaadknaag. Waarom? Fuck jou! Daarom! Daarom heet deze Pokémon Zaadknaag. Ik vind het een hele mooie naam. Ik had hem ook Zaadmaag kunnen noemen. Dat was ook wel grappig geweest. Maar, ik heb gekozen voor Zaadknaag. En dat soort shit draai je niet 1, 2, 3 even terug, dames en heren. Zo werkt het leven niet, snap je? Misschien dat een van deze trainers nog niet bevochten is. Dat zou kut zijn als ik die nog even tegenkom. Bevochtigd is, bijna hetzelfde. Kom ik weer een Rattata tegen? Oh mijn god, ik hoef jou niet, Rattata. Rot op. Ga weg. Arr. Ja, Sperman is nog steeds niet geëvalueerd. Jammer genoeg. Ren, Sperman, ren. En nu gaan we natuurlijk naar de eerste gym van Falkner. En ja, hopelijk gaan we winnen. Dat zou wel heel fijn zijn namelijk. Maar ik kan niks beloven. We hadden ook die escape rope kunnen gebruiken trouwens. Realiseer ik me opeens. Hier is een Pokémon Center toch? Ergens? Oh, hier zo. Mooi. Laten we daar eens even naar binnen gaan. Want daar kunnen we onze Pokémon's centreren. Centrifugeren. Geloof me, je wil niet je Pokémon centrifugeren. Dat is niet goed voor ze. We kunnen die Pokémon helen. La, saai. Hoppa. Hey, ik skipte niks door. Dat leek alleen maar zo. Woehoe. Oké, waar is die gym dan? Waar ben je dan, Falkner, mietje? Even zoeken, op. Daar hebben we hem. We gaan naar binnen. Laat me zien of jou bent goed genoeg om gezicht, Falkner. LOL. Deze vent laat hij precies op Falkner qua skin, volgens mij. Vogelhouder Abe wil graag met je vechten. Vogelhouder Abe stuurde uit Sparrow. Ach, vogelhouder Abe toch. Oeh, hij is level 9 die Sparrow. Ga, Sperman. Sperman gebruikt zijn waterpistool. Psh, psh, psh. Wat een mooi sound effect trouwens. Sparrow houdt niet van waterpistolen. Vijandelijke Sparrow gebruikt pek. Het lijkt op pik, maar dan anders. Gebruik je waterpistool, Sperman. Leren we een nat lesje. Oh god. Vogelhouder Abe was verslagen. Dit kan niet waar zijn. Rukke kreeg 216 Pokédollar voor het winnen. Ik had zo gehoopt dat hij me niet zou zien. Het sleutelwoord is ingewanden. Dat ga ik opschrijven, dat moet de titel worden. Het sleutelwoord is ingewanden. Zo, voor de zekerheid, anders vergeet ik het natuurlijk. Het sleutelwoord was inderdaad ingewanden. Deze hier zijn training nacht en dag om te worden vogel-Pokémon-meesters. Kom op! Oké.
Birdkeeper Rot wil graag met je vechten. Birdkeeper Rot stuurde uit. Pidgey, ik kies jou. Onzichtbare Pokébal. Ga, Sperman. Oké, nou, laten we gewoon een Wartegun doen. Waarschijnlijk heeft hij 2 Pidgeys, aangezien de vorige Pokémon was sterker. Dus hij heeft sowieso meerdere Pokémon. Maakt hij er 3 zelfs? Ik weet niet zeker. We zullen zien. Fuck jou, Pidgey, noob. Fuck jou. Gebruik je waterpistool. Voilà. En dat is 1 Pidgey naar beneden. Of zo, zoals dat gaat. Vijandig Pidgey viel flauw. Sperman kreeg 82 ervaringspunten. Nice, nice, nice. Vogelhouder Rot staat op het punt te gebruiken. Pidgey! Ah, wat leuk! Wil Rukker van Pokémon veranderen? Nee, nou ja, Ladyba kan hem waarschijnlijk hebben. Aangezien Ladyba een Ladybaas is. Fuck yeah. Nog een Wattegun en dan nog een Wattegun. En dan is ook Pidgey verleden tijd, zoals het in het Nederlands taal heet. Talk to the hand, Pidgey. Talk to the hand. Pataak! Zo praat Pidgey ongeveer. Ik weet niet wat het geluid een Pidgey maakt. Vast pataak! Of Pidgey, Pidgey. Nee, de meeste Pokémon zeggen gewoon hun naam. Heb je er wel eens over nagedacht, jongens? Pokémon filosofie. Heet een Pokémon zo omdat hij zijn naam zegt? Ik bedoel, noemen ze een Pikachu omdat hij zelf de hele tijd Pika Pika zegt? Of heette de Pokémon eerst Pikachu en zei hij daarna Pika Pika? Want de eerste vraag ging het logischste. Dat de Pokémon vernoemd is naar het woord dat hij zegt en niet dat hij zelf zijn naam zegt. Hij zegt gewoon het woord en daar is zijn naam op gebaseerd. Maar wat was er eerder, de naam van de Pokémon of het woord dat hij zegt? Dat is eigenlijk de vraag. En ik denk dat eerst het woord bestond, maar sommige Pokémon zeggen niet hun naam. En hoe komen die dan aan hun naam? Dat is een goede vraag. Ah, ik ben het helemaal met je eens, man. Rukker kreeg 168 Pokédollar voor het winnen. En dan gaan we nu naar die goede oude Falkner. Hey, bitch. Ik kom je pakken. Ik ben Falkner, de Violet Pokémon Gym leider. Mensen zeggen, jij kan Clip. Ik weet niet wat hij in deze seconde met Clip bedoelt. Vliegen de Pokémon type Pokémons. Vleugels met een Jolt of... Oh, Electricity. Oké, ja. Ik zal dat soort beledigingen aan vogels niet toestaan, Pokémon. Ik laat je zien de echte kracht van de magnifische, de fantastische vogel-Pokémon. Oké, okay, Falkner, kom maar op, Anus. Je doet een boer in je gezicht. Oh, dit, trouwens, hij lijkt het aan niet op Falkner. Leider, Falkner wil graag vechten. Waarom heb je geen 6 Pokémon? Snap ik nooit. Als gymleader heb je er wel 6 Pokémon, verdomme. Oké, okay, level 7 Pidgey, dit is wel erg uitdagend. Oké, okay, vecht. Gebruik je waterpistool. Dat gezicht hoort er even bij. Ik trek vaak gekke bekken als ik facecam heb. Ik heb eigenlijk altijd facecam. Ik trek eigenlijk altijd gekke bekken. Logische conclusie. Oh, oh, oh. Logische conclusie. Oh, oh, oh. Wow, wow, wow. Geen hout op sloeg. Vijandige Pidgey viel flauw. Sperma kreeg 82 ervaringspunten. Bam, level 15. Oké, okay, mooi. En nu komt de laatste Pokémon. Gaat ieder moment gebruiken. Pidgeotto. Oké, okay, dit is logisch. Ze gebruiken allemaal Pidgeys, maar de leader heeft een Pidgeotto. Dat is heel logisch. Alleen in de rest, in de spelsportouwen werkt het niet zo. Waarom niet? Oké, okay, is tenminste een level 9 Pidgeotto. Zou niet al te moeilijk moeten zijn dit. Oh, 3 watergunnetjes en hebben hem. Wel, ik heb het al gebruikt. Gust. Oh nee, niet Gust. Alles behalve dat. Sperman gebruikt waterpistool. Psh, psh, psh. Later, bitch. Nog eentje. Wel, ik heb het al gebruikt. Gust. Oh god, niet Gust. Oké. Okay. Een kritische slag. Oké, okay, en nu de laatste klap voor jou, Falkner. De dubbele middelvingerattack. Erg hoog niveau weer. Veranderlijke Pidgey viel flauw. Sperman kreeg 217 ervaringspunten. Oké, okay dan. Leider Falkner was verslagen. Verdomme, mijn vaders gekoesterde vogel, Pokémon. Alles rechts, neem dit. Het is de officiële Pokémon League Seffy Badge. Rukker kreeg 900 Pokémon dollar voor de winnen. Rukker kreeg de Zephyr Badge. Nice. We hebben onze eerste badge. Nog 16 te gaan. Of 15 te gaan. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kontje kaal. Zephyr Badge raises the attack power of Pokémon. It also enables Pokémon to use Flash if they have it anytime.
Here, take this too! Gelukkig receive TM31. Willen jullie trouwens ook verder gaan met alles slecht vertalen? Want ik vind het best. Maar ik kan ook in principe gewoon de tekst negeren. Gewoon er doorheen drukken zoals de meeste mensen doen. Druk. Dan gaat de tekst wel sneller. Maar ja, voor de rest, zoveel gebeurt er in die Pokémon, behalve praten en vechten. En dan neem ik het ene element weg. Dus ja. Kijk maar wat jullie willen. Rukker stopten de TM31 in de TM-zak. Bij het gebruiken 1 TM, een Pokémon wil instantly, meteen leren een nieuwe aanval. Denk, voordat jij doet 1 TM, kan zijn gebruikt alleen één keer. TM31 bevat Mudslap. Het vermindert de vijands... accuracy, hoe vertaal dat eigenlijk in Nederland? Geen idee. Terwijl het schade doet. In andere woorden, het is zowel verdedigend als vijandelijk of aanvallend. In ieder geval, we hebben een Zephyr badge of Zephyr badge. Dat is heel fijn, want dat betekent dat we een badge hebben. En dan ja. Oh god, iemand komt hem af. Professor Elm stuurt me een sms'je. Hallo Rukker. We hebben ontdekt één ding over het ei. Mijn assistent is bij het Pokémon Center in Violet City. Zou je met hem kunnen praten? Klik, puntje. Wat een goed idee, professor Elm. Nou, we kunnen dus even naar de Pokémon Center hier. En dat, wat daar nou zoal aan het handje is, dat weet ik niet. Dat zien we namelijk de volgende aflevering van Pokémon Silver. Vergeet even als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Vergeet even de volgende aflevering. Pokémon poep. Doei!